En dus nu hebben we een oplossing ontwikkeld die nu ook industrieel komt, waar we citroenzuur aanbrengen op mondmaskers. En citroenzuur is gewoon, het wordt gemaakt van bieten, hier in Tiene, ja, van Citric Belge. Het is een volledig natuurlijk product. Het zit in appelsinen, noem het maar op, frisdrank, het zit overal. En het is een volledig natuurlijk product. En wij brengen daar een heel dun microscopisch laagje aan op het materiaal waarvan mondmaskers gemaakt worden. We praten hier over een dikte van een duizendste van een haar. Een duizendste van een haar. En het belangrijke hier opnieuw, waarom is die technologie zo belangrijk? En zeggen, waarom spuit je het er niet gewoon op? Hè? Dat is ook goed, hè? Nee, want als je er gewoon op sproeit, dan gaan de poriën van je masker dicht. Dan krijg je niet meer ademhalen. Dan krijg je allerlei invloed op de functionaliteiten van het masker. Het unieke van onze technologie is dat we die superdunne laag kunnen aanbrengen en die extra functionaliteit brengt, maar de basisfunctionaliteiten van het masker totaal niet beïnvloedt.